Ben je patissier en vind je patisserie ook zo'n mooi en uitdagend vak? Heb je altijd al een keer mee willen doen aan de Pastry Award, de patisseriewedstrijd van Nederland? Maar vind je het lastig omdat je niet zo goed weet waar je moet beginnen en waar je op moet letten? Wij als leden van het patisserieteam gaan in een aantal filmpjes wat tips en informatie geven over de wedstrijd, die je wellicht kunnen helpen. Als je nog meer informatie wil, ga je naar de site van het Nederlands patisserieteam, www.nederlandspatisserieteam.nl. Daar vind je alle informatie over het reglement en over het thema van het jaar. Daar vind je ook een inschrijfformulier om je online in te schrijven. En wie weet word jij wel de beste patissier van Nederland en win je het aspirant lidmaatschap van het Nederlands patisserieteam. En mocht je nou niet winnen, het meedoen, daar leer je al ontzettend veel van en maak je zeker een betere vakman en vakvrouw. Dus twijfel niet, laat je inspireren door de filmpjes, schrijf je in en doe mee. Heel veel succes! Voordat we het gaan hebben over het ontwerpen van een showstuk of het ontwerpen van een taart, begint elke wedstrijd met een reglement. Het reglement is heel belangrijk dat je er goed aan houdt, want het zou natuurlijk zonde zijn op het moment dat je iets maakt en je moet aan een bepaalde afmeting voldoen en het klopt niet, dat je daardoor aftrekpunten krijgt. Dus dat willen we voorkomen en daarom neem ik in een aantal stappen het reglement met jullie door. Een aantal dingen die opvallen en belangrijk zijn, is bijvoorbeeld bij een showstuk dat je de afmeting heeft van 60 cm breed en 40 cm diep. Het is heel belangrijk om je daar ook echt aan te houden, want op het moment dat je die maat er buiten gaat, ja, zal de jury streng moeten zijn en daardoor aftrekpunten moeten geven. Dus zorg er echt voor dat je binnen die afmetingen blijft. De hoogte is vrij, dus dat is geen probleem. Het tweede wat belangrijk is dat showstukken die binnen 4 uur van de eindtijd na het opbouwen instorten aftrekpunten krijgen. Dat is heel vervelend natuurlijk, dus daarom is de constructie van je showstuk en het opbouwen heel erg belangrijk. En daar komen we op terug op het moment dat we wat meer ingaan op het showstuk. Van hoe kunnen we nou een stevige en goede constructie maken voor een showstuk. Het andere gedeelte wat belangrijk is de tweede opdracht. En dat is het vervaardigen van 3 identieke taarten die je gewoon in je eigen bedrijf mag vervaardigen en mee mag nemen. Dus let vooral in het reglement goed op wat er bij de taart staat omschreven en let op de richtlijnen, dat je daar goed aan houdt. Over de taart gaan we ook verder uitwerken in een ander filmpje waar we echt dieper ingaan op de taart van waar een goede taart aan moet voldoen, hoe kan je het beste opbouwen. Daar komen we in een ander filmpje over de taart zeker op terug. Het andere wat belangrijk is dat je voor je showstuk een imitatietaart mag gebruiken. Je showstuk mag echter totaal geen imitatiematerialen bevatten. Dus geen hout of geen ondersteunende dingen van metaal of noem maar op. Puur van eetbare producten zoals chocolade, suiker of marsepein. Je dummy-taartje die in je showstuk of naast je showstuk wil verwerken, daar mag je wel imitatiemateriaal voor gebruiken. Dus ik heb hier een voorbeeld gemaakt van zo'n dummy-taart. Het is gewoon eigenlijk een piepschuimblok in een taartring met chocolade gemaakt. Dus zodat die mooi strak is en dat is ideaal om te verwerken. Je kan hem afspuiten of geleren. En dat zorgt ervoor dat je taartje de hele dag mooi in je showstuk blijft staan. En dat is ook altijd mooi voor de foto's, voor jezelf. Dat in ieder geval het taartje dat er niet weggezakt is omdat je echte eetbare grondstoffen heeft gebruikt. En als laatste zal ik je nog wat tips geven over waar de jury op let en hoe de jury jureert. Want je kan 70 punten behalen in totaal. 30 punten voor je showstuk en 40 voor je taart. En dat komt omdat punten die je voor je smaak kan behalen dubbel tellen. Dus die smaak is echt heel belangrijk. Dus zorg ervoor dat het een sublieme smaak is. Heel veel succes! Meestal als je aan mensen vraagt waarom ze niet meedoen aan een wedstrijd, geven ze vaak aan dat ze het moeilijk vinden of lastig vinden omdat ze niet zo goed weten waar ze moeten beginnen en wat ze moeten ontwerpen. En nou is dat helemaal niet moeilijk eigenlijk, als je maar een beetje je creatieve geest gebruikt. Ik ga je een aantal tips en stappen geven die het een stuk makkelijker maken om dat zelf goed te ontwerpen, die je wellicht kunnen helpen. Wat ik altijd doe is goed kijken naar het thema van de wedstrijd. Ik ga altijd een aantal woorden opschrijven die mij gelijk binnenschieten. Dus het kan zijn bladeren, een mooie boomtak,
zelf denk aan die bellis. Ik zag pas een afbeelding ervan, dus dat blijft in mijn gedachten zitten. Bloemen. Vervolgens, wat ik ga doen, is uit al die woorden die ik heb opgeschreven, ga je een selectie maken. Dus je kiest ervoor om bijvoorbeeld bloemen weg te laten en gewoon voor één grote bloem te gaan. Een aantal kleuren opschrijven die jij denkt, wat je mooi wil verwoorden in je showstuk. Dus de komende hoofdkleuren worden groen, bruin, paars. Ook met name met die libellen, iets van een paarse gloed of in de bloem iets met paars. Op het moment dat je een selectie gemaakt hebt in de woorden, ga je op zoek naar materiaal, naar foto's, naar filmpjes, naar inspiratie voor jouw showstuk. Wat ik gedaan heb, ik heb op internet een aantal mooie foto's uitgezocht die mij helpen om hetgeen wat ik in gedachten had goed te verwoorden. Een andere tip is, wat ook heel erg handig is, is dat je gaat kijken naar voorgaande jaren edities van wedstrijden waarin showstukken gemaakt zijn. En in die showstukken zie je al vaak heel veel lijnen of zie je ideeën of kom je dingen tegen die je goed kan gebruiken voor je eigen showstuk. En dat is helemaal niet erg. Al die informatie staat allemaal op internet en dan kan je best wel items uithalen waarbij je denkt van hé, wat vond ik nou een mooie vorm. Met die afbeeldingen ga ik aan de slag om een schets te maken. En dat is puur gewoon inspiratie wat me te binnen schiet en aan de hand van de afbeeldingen. Ik wil een wat modernere boom maken, een mooie tak erboven en dat ga ik even snel op papier zetten. En wat ik belangrijk vind is om te zorgen dat er een bepaalde eyecatcher in het showstuk zit. Dus dat iets echt de aandacht trekt. En dat wil ik doen met door middel van een bloem die ik in het midden van het showstuk plaats. Waarbij je echt moet hebben zoiets van wow, wat een mooie bloem. Die moet gelijk als mensen binnenkomen de aandacht trekken. Nu heb ik al heel snel even simpel gewoon wat dingen gebruikt die mij te binnen schoten. Vormen die ik tegen ben gekomen. Gebruikt voor een schets. Nou, die schets is natuurlijk nog helemaal niet goed. Is eigenlijk nog helemaal niks. Maar het is wel het begin van je showstuk. En zo begint eigenlijk iedereen. Je gaat nu stap voor stap zorgen dat die schets elke keer beter wordt. En ja, dat kan misschien wel 10 pagina's schetsen zijn. Maar je probeert elke keer iets aan haar toe te voegen. Net zo lang totdat je op een schets duidelijk hebt van wat je ongeveer wilt. En dan ga je een tekening maken op ware grootte. In het reglement wordt ook gevraagd om een taartje passend in de stijl van een thema. Dus wat we doen bij ontwerpen is ik probeer ook gelijk het taartje mee te ontwerpen. Dus ik ga een afleiding maken van items die in je showstuk zijn. Maar dat kan ook een bepaalde kleur zijn of een vorm. En daarmee probeer je je uiterlijk van je taartje goed te designen en neer te zetten, zodat het straks echt één mooi geheel wordt. Als het ontwerp achter de rug is en je duidelijk weet wat je wil gaan maken, is het verstandig om je showstuk visueel te maken. Dat kan bijvoorbeeld heel makkelijk met piepschuim of met karton, zodat je heel duidelijk kan zien van hoe groot iets wordt. En ook kan kijken van op welk object wil ik waar plaatsen. Dus een hele handige tip en zeker verstandig om te doen. Daarna is de stap dat je zeg maar de ontworpen onderdelen gaat vertalen naar technieken toe. Zodat je ze ook kan maken van chocolade of van suiker en noem maar op. Er zijn hele handige boeken voor. En op internet, op YouTube kan je hele handige filmpjes vinden die je heel goed daarbij kunnen helpen. En het is heel veel oefenen en ook zeker doen. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn libellen in mijn showstuk met Fimo-klei aan de slag gegaan. Ik heb zelf een libellijfje geboetseerd en op internet ben ik op zoek gegaan naar een bepaalde vorm van vleugeltjes van een libel. Het is maar één techniek en zo zijn natuurlijk heel veel technieken te noemen. Voor die libel die ik geboetseerd heb van klei heb ik een kadertje gemaakt zodat ik daar heel handig een malletje van kan maken. En dat kan heel makkelijk met gelatine of met rubber. Die je zo in de handel kan kopen. Op het moment dat we het malletje afgegoten hebben en gelost, kan je hem vullen met chocolade. Nou, dat heb ik ook gedaan met pure chocolade gevuld. Pure chocolade is sowieso altijd wel wat harder, dus vooral voor vormpjes in een mal kan je best altijd pure chocolade gebruiken. En daarna gelost. Zie je, zo heb je al een heel simpele techniek eigenlijk, een eigen vormpje gemaakt van een libel.
Er zijn natuurlijk verschillende technieken of constructies die heel belangrijk zijn voor je showstuk. Bij dit showstuk heb ik gekozen voor schijven. Dus twee schijven die ik op elkaar houd. Ja, die dan eigenlijk heel plat staan. Die je alleen licht hoeft te verwarmen, op elkaar stapelen en klaar. En dat is ook ideaal voor vervoeren, want ik kan dus in delen vervoeren. En een andere techniek is bijvoorbeeld het kiezen van een pennengatverbinding. Dus op het moment dat ik in de bal een staafje zou doen en ik zou de bovenste tak eroverheen laten zakken, schuiven, ja, dat staat ook ontzettend stevig. Dus het is wel heel belangrijk om daar van tevoren al goed over na te denken. Je kan natuurlijk altijd heel goed cursussen volgen of demonstraties waar je ontzettend veel kan leren van technieken. En natuurlijk kan je altijd terecht bij leden van het patisserieteam die je willen helpen en informatie geven. Het belangrijkste onderdeel van de wedstrijd is je wedstrijdtaartje. Want je kan meer punten behalen met je wedstrijdtaartje dan met je showstuk. Dus maak dat maar liefst twee keer mee. Samen met Robin hebben we een taartje gemaakt wat helemaal passend is in de stijl van een showstuk. En Robin gaat wat vertellen over het interieur en de opbouw van de taart. Erg belangrijk is natuurlijk de uiterlijk van de taart. Maar net zo belangrijk is het interieur van de taart. Belangrijk is de snijderheid van de taart, voldoende structuren en ook een pikante onderkant. Genoeg biscuit gebruikt voor de opbouw dat je geen papperige taart krijgt. Ja, is goed. De smaak is heel erg belangrijk. Zorg voor voldoende texturen voor een mooie opbouw van je taartje. Maar vooral laat je taartje proeven door heel veel mensen die er verstand van hebben. Vooral belangrijk aan vakmensen. Je opennomen vinden natuurlijk alles lekker wat je maakt. Nog een paar tips over de taart. Hoe maak je nou een mooie taart en hoe krijg je de laagjes erin? Door middel van het werken met twee verschillende ringen. Eén ring is iets kleiner dan de grote ring. En we bouwen de taart op zijn kop op. We vullen de chocolademousse in de ring. Vervolgens hebben we de interieurring. Die lossen we. Hier kun je al verschillende laagjes van de taart zien. Deze drukken we in de taart op zijn kop in de chocolademousse en zo krijgt u een hele strakke buitenkant. En nou zorgen dat hij heel mooi wordt en punten scoren. Zet hem op. Vervoer is niet iets van de laatste dag. Het is heel erg belangrijk om met je ontwerp al daarover na te denken. Hoe ga ik mijn showstuk vervoeren? Hoe ga ik het beetpakken? Het is natuurlijk zonde als je maanden, weken eraan gewerkt hebt en het breekt op de laatste dag. Tempered boxen zijn ideaal om je showstuk te vervoeren. Je kan makkelijk de dingen vastzetten door middel van ct-prikkers. Dat is ideaal om het schuiven tegen te gaan. En je kan ze heel makkelijk vastzetten. Bij dit showstuk, wat vast staat op een literesmaat, tape ik gewoon met doorzichtige tape. Schuimrubber of noppenfolie zijn ideale dingen om je showstuk mee te vervoeren. Je kan ze makkelijk op de bodem van je bus leggen. En het belangrijkste is, het voorkomt echt dat schokken en dat tikken in het wegdek, waardoor niet je showstuk snel breekt. Dus dit ligt je op de bodem van je bus. De tempered boxen met je showstuk zet je daar bovenop. Het zorgt gelijk voor anti-slip en de kans dat je showstuk heel aankomt is een stuk groter. Wedstrijd topsport. Het zijn lange dagen, weinig slaap, maar zorg in ieder geval dat je uitgerust en gemotiveerd op de wedstrijddag aankomt. Dat geeft een professionele indruk. Dus twijfel niet, schrijf je in en doe mee als deelnemer dit jaar aan de Dutch Pastry Award.